Mijn nieuws gaat over uh, ProRail, die Chinese camera's uh, uh, dumpt, maar DNS laat zich hangen. Dat is een artikel van Follow the Money van deze week. En dat DNS de deze camera's laat hangen, dat is kwalijk. Want China is een land, die hebben een offensieve cyberstrategie gericht tegen onder andere Nederland. Daar maken ze ook geen geheim van. Hè? De AIVD waarschuwt hier al jaren voor. Die zeggen het is een bedreiging voor onze nationale veiligheid. Wees hiervan bewust. En door Nederland dus vol te gaan hangen met Chinese apparatuur en software, gaat China onze sluipende wijze steeds afhankelijker van hun maken. En als je nu kijkt wat er gebeurt met Rusland en onze energieafhankelijkheid, dan zou je toch denken dat onze ogen op dit moment. Wagenwijd openstaan en dat we op alle vlakken nadenken, waar willen wij nou wel niet afhankelijk zijn van welke landen? Nou, bij de NS dus blijkbaar niet. Die uh, kedenkt lekker door en die heeft <laughs> 5000 camera's uh, aangeschaft: Chinese camera's. Dus dat betekent 50 Chinese camera's per trein. Maar nee, de NS heeft gezegd: wij zien geen aanleiding om die merken te vervangen. Nou, als ze geen aanleiding zien, dan kan ik bij deze kant ze er twee geven. Eén, China respecteert onze democratie en onze vrijheden niet. Zij vegen hun billen af met onze regels over veiligheid en privacy. En diezelfde camera's, diezelfde merken die wij hier in onze treinen gaan hangen, die worden in China gebruikt om de Oeigoeren 24 uur per dag, zeven dagen per week te volgen. Tweede reden. In China geldt sinds 2017 een cyberwet. En die verplicht bedrijven om informatie en data door te spelen aan de Chinese overheid. Dus alle Chinese bedrijven aan de Chinese overheid. Dus wat er op die camera staat. moet naar Beijing, moet naar de regering. Ja, en natuurlijk. Denk, je hebt het al gezegd, maar ik precies. onderstreep het nog maar even. omdat het echt best heftig is. Ja, en die camera's filmen op dit moment ook onze ministeries. kan ik je vast vertellen. Daar hangen ze ook nog. Dus nou weer zo'n konijn uit de hoge hoed. En ook nog niet zo lang geleden hadden vrijwillige hackers van de DVD. dat is een club die Nederland online beschermt. kleine club, maar even credits via deze weg. Zij ontdekten dat China ook vrij simpel de energievoorziening van tienduizenden Nederlandse huishoudens kon saboteren. Het ging via omvormers van zonnepanelen. En dat maakt ons ook onnodig zeer kwetsbaar. Ik heb aan de bel getrokken met een collega van mij. En gelukkig wordt er nu ook onderzoek gedaan. Hoe kunnen we nou zorgen dat ook die zonnepanelen een stukje veiliger worden? Nou, oké. Okay, terug aan DNS. Um, ik ben er klaar mee. Uh, met al deze Chinese uh, konijnen uit de hoogroet. Ik heb de minister gevraagd om hiervoor te gaan liggen. Als het gaat om DNS. En bij deze ook even een hartekreet aan alle bestuurders en inkopers van Nederland die luisteren. Het is echt mogelijk hè, om veiligheid van je personeel. en jouw klanten te garanderen. zonder de veiligheid van Nederland op het spel te zetten. Zitten de regels in de weg? Bel mij, mail mij. stuur een postdive. Stu uh, postdive out and care. Maar Nederland maken we samen veiliger.